Welkom bij deze kookles Spaghetti Bolognese in 5 stappen. Spaghetti Bolognese is een van de bekendste Italiaanse gerechten in de wereld. In 1982 is het recept voor de ragout alla Bolognese, zoals de Italianen dat noemen, zelfs vastgelegd in de Camera di Commercio in Bologna. We gaan dit recept in grote lijnen ook volgen. Stap 1. Groenten snijden. Ik snijd de winterpeen over de lengte in vieren. Daarna snijd ik de winterpeen in kleine blokjes, brunoise zoals wij dat noemen. De bleekselderij snijden we in de lengte in repen en deze daarna in kleine stukjes, dus ook in brunoise. Ongeveer dezelfde grootte als de winterpeen. Zo komen de smaken ook beter vrij en vormen ze samen één geheel. Snipper de ui en daarna de knoflook ook goed fijn. Groenten houden we apart, want we gaan eerst het vlees bakken. Stap 2, het vlees bakken. Ik verhit het boter in de braadpan. Snijd het ham in mooie kleine reepjes. Ga de ham bakken in de pan ongeveer 4 minuten. Ik heb prosciutto di Parma gebruikt, maar je kan natuurlijk ook rauwe ham of spek gebruiken. Voeg nu het gehakt toe en bak dit ongeveer 4 minuten mee. Na 4 minuten is het gehakt en het vlees mooi rul gebakken. Ik haal het gehakt en de ham met de schuimspaan uit de pan. Je bakt de ui, de knoflook, de winterpeen en de bleekselderij in het achtergebleven braadvet waar je eerder het vlees en de ham in hebt gebakken. Het braadvet is namelijk vrij hartig van smaak van het eerder gebakken vlees. Na 5 minuten voeg je het vlees weer toe. En zorg dat het vlees weer goed op temperatuur komt. Stap 4. Tomatensaus. Voeg nu 50 ml wijn toe. En daarna de tomaten. Je kunt in plaats van tomaten uit blik ook 2 theelepels tomatenpuree gebruiken. Puree geeft een compactere saus met een vollere smaak. Ook het toevoegen van de wijn geeft een vollere smaak. Volgens de eerder genoemde Camera di Commercio kun je ook witte wijn gebruiken. Maar zorg dan wel voor een droge witte wijn. En als je kinderen mee eten, vervang het dan door rundebouillon of een beetje melk. Laat de saus nu onder een schuine deksel minimaal een uur staan. De alcohol die verdampt voor het grootste gedeelte. Check wel af en toe of de saus niet te droog wordt. Als dat het geval is, voeg dan water toe. Hoe langer die staat, hoe lekkerder die wordt. Stap 5. Spaghetti koken. Zorg dat het water goed aan de kook is. Bijna kolkt zou ik willen zeggen. Dan voeg ik per liter water 2 afgestreken eetlepels zout toe. Reken voor 100 gram pasta 1 liter water. Ik heb hier 3 liter water staan, dus ik gebruik zometeen 300 gram pasta. Als het water weer aan de kook is gekomen, zet ik het vuur lager. Blijf wel zo nu en dan roeren, zodat de spaghetti niet aan elkaar gaat kleven. Begin na ongeveer 6 minuten te proeven of de pasta al dente is. Al dente is gaar, maar nog met een beet. De Italianen denken hier niet te licht over. Het verschilt namelijk per merk, per soort en per dikte hoe lang de kooktijd is. Deze is prima. Voordat we de pasta gaan afgieten, haal ik eerst een kopje kookvocht uit het water en bewaar deze. Ik giet de pasta af en laat deze uitlekken in het vergiet. Meng de pasta met de saus, 2 tot 3 eetlepels kookvocht en 1/3 van de kaas. Blijf de pasta en de saus goed roeren, want het kookvocht zorgt voor een hele mooie binding van de saus en de pasta. Serveertip. Verdeel de pasta over 4 diepe borden. En schep de pasta in het midden van het bord. Verdeel hierover wat kaas. En garneer de pasta met een paar blaadjes basilicum. Want de basilicum zorgt voor een fantastisch lekkere frisse smaak. En het staat bovendien erg mooi. Zo maak je spaghetti bolognese.